Poelie, we gaan op weg naar de moeilijk te vinden stad. Wees erg voorzichtig, jongens. Ik heb gehoord dat die Guttengs hele ruwe klanten zijn. Geen zorgen. We hebben zelf ook wel wat trucjes achter de hand. Zeg dat wel. Hebben we die? Laat de trossen los. Stook de brander op. Alle kracht vooruit. Tot ziens, jongens. Tot ziens. Voorzichtig. Wees jij ook voorzichtig. Dag, en let goed op die prinses. Klimmen, LB, klimmen! Dat probeer ik, Twig. Kan ik het helpen dat ik van onderen zwaar ben? Natuurlijk ben jij van onderen zwaar. Waar zitten je hersens? Oh, dat is onder de gordel, Twig. Niet Twig, Twig! Hé, luister, ga letter geven en je weet het nog steeds niet. Elfie, kun je niet uitkijken waar je valt? Dat deed ik. Ik zorg ervoor om op iets zachts te vallen. Jouw hoofd. Op deze manier komen we nooit op de top van de verraderlijke bergen. Ik durf te wedden dat gimmick en zijn maatjes er al lang zijn. Dat denk ik niet, Tweek. Wat weet jij daarvan, armzalige strooplikker? Ik probeer je alleen maar... Wil je me niet in de reden vallen als ik probeer medelijden met mezelf te krijgen? Oké, als jij het luchtschip niet wilt zien, dan kan mij dat niks schelen. Luchtschip? Welk luchtschip? Dat luchtschip. Oh, dat is Kimmick en zijn bemanning. Dus hij heeft de moeilijk te vinden stad ook nog niet bereikt. Waarom zei je niks? Kijk, het schip landt. Ik vraag me waarom. Om voorraden voor de tocht in te slaan natuurlijk. Ja, nou, ze krijgen een grote verrassing. Waarom zeg je dat, Twerk? Omdat de voorraden die ze meenemen, jij en ik zijn. Bedankt voor al het hout, Kimmick. Ik heb het nodig voor deze wortelstampot die ik aan het koken ben. Maar dat is dit voor jou, Grubby. Dit is brandstof voor het luchtschip. We hebben heel veel hete lucht nodig om ons naar de top van de Vaderlijke Bergen te vliegen. Wat zijn die dingen die prins Arin en jij aan het maken zijn, Daddy? Oh, dat is een kleine verrassing voor de Guttengs. Voor het geval dat we in moeilijkheden komen. Ik hoop van harte dat dat niet gebeurt. Daarom moeten we goed voorbereid zijn. Voor ik het vergeet, hoe gaat het met die wortelstampot, Grubby? Heel goed, Daddy. Ik ben blij dat je de smaak te pakken krijgt van wortelstampot. Ik heb een tijdje gedacht dat je het niet lekker vond. Ik? Tuurlijk vind ik het lekker. Dan is het goed, want ik heb genoeg hier voor een heel leger. Ik vrees dat je gelijk hebt, Grubby. Waar is dat vervloekte ding nou? Ik weet dat het hier ergens moet zijn. Wat ben je aan het zoeken, Twoen? Een vermomming. Geen wonder dat je het niet kunt vinden. Je mond zit daar. Niet de mond aanstuiken, vermomming. Ik ga me verkleden als iets dat ik niet ben. Oh ja? Heb je het kostuum van een aardige man erin zitten? Nee, iets veel beters. Ah, ik heb gevonden wat ik zocht. Die gerafelde oude jurk. Hoe durf je dit belachelijk te maken? Toevallig heeft deze jurk grote sentimentele waarde. Mijn lieve grootmoeder verkocht hem mij op haar sterfbed. Oh, sorry. Dat wist ik niet. LB, deze vermomming zal ons een gratis tocht naar de top van de verraderlijke bergen bezorgen. Oh ja? Hoe? Kijk! Oh, meneer, zou u een arme, hongerige oude dame kunnen helpen met een kleine lening? Jee, ik zou wel willen, maar mijn baas Twuk heeft me al niet meer betaald sinds de laatste Grundo-feestdag. Jij idioot, ik ben Twuk. Ik bedoel Twik. Hé, hey, inderdaad. Jee, wat een grote opvoering. Als ik handen had, dan zou ik klappen. Later komt er tijd genoeg om te juichen. In de tussentijd, spring erin. Waarom zou ik? Omdat ik je dat beveel, ellendige kleine bounder. Oké, nu je het uitgelegd hebt. Dat is beter.
Mijne heren, maak u klaar om op te stijgen. Klaar als jij dat bent, Gimmick. Geef het start zijn maar, Gimmick. Drosseloos, prins Arin. Ja, ja, Gimmick. Wacht even, meneer, wacht. Kunt u een oud dametje helpen dat in de put zit? Een oud dametje in de put? Waar? Niet in de put, stomkop, in de put. Wacht even, Gimmick. Dat is een oud dametje. Bij alle patrijspoorten. Inderdaad. Vriendelijke heer, hebt u misschien plaats voor een extra passagier naar de verraderlijke bergen? Twee, Twissel, twee. Ik betwijfel het of u ons wilt vergezellen, mevrouw. We hebben een uitermate gevaarlijk reisdoel. Zo is dat strikt geheim en zeer vertrouwelijk. Laat me u al de details vertellen. Dat doet er niet toe, Grubby. Mm-hmm. Arin heeft gelijk, mevrouw. Het zou wel eens erg riskant kunnen zijn voor zo'n kwetsbaar persoontje als u. Maar ik moet echt naar mijn kleindochter. Het arme kind is erg ziek. En ik heb beloofd om haar dit mandje met lekkers te brengen. Maar natuurlijk, mevrouw. Alsjeblieft, komt u maar aan boord. Oh, dank u, dank u, dank u. Nou, jij weet wel hoe je oude dametjes moet opvrolijken, Gimmick. Daar is het, de moeilijk te vinden stad. Die uiteindelijk niet zo moeilijk te vinden was. Nee, zeker niet. Denk je eens in. Ergens daar beneden wordt mijn zusje Arusia gevangen gehouden. Maak je geen zorgen, prins Arin. Wij helpen je zoeken en haar te redden. Ik dank jullie allemaal voor jullie trouwe en loyale vriendschap. Oké, bemanning. Maak je klaar om het luchtschip te landen. Vaarwel, heren, en bedankt voor alles. Oh, het genoegen was aan onze kant, mevrouw. Hé, hey, wacht, dame. U vergeet uw mandje met lekkers. Oh, wat dom, dat is waar. Kleindochtertje is stapelgek op kikkerpootjes. Tot ziens, mevrouw. Er is iets vreemds met dat oude dametje. Je hebt gelijk, Teddy. Maar nu moeten we proberen mijn zusje te vinden. Tanktroepen, voorwaarts, mars! We zijn pal achter je, prins Arin. Kijk, dat is hetzelfde gebouw als we in het magische oog van de tovenaar zagen. Je hebt gelijk, Teddy. Daar brachten ze mijn zusje naartoe.